steek wat er kan gebeuren als Pim Fortuyn moet remmen. Voor overstekende Marokkaanse leuke jongens. Goedemiddag, meneer Fortuyn. Heb u prettig gedebatteerd? Ja. Tot uw dienst. At your service. U gaat naar de sauna. Ja. U gaat in bad. Ja. Met jongens van verschillende pluimage. At your service. It's a bloody schuim. Oh, moet die honden moeten eerst nog in. Wacht even, die honden moeten erin. Mag ik even twee hondjes lenen? Ik wil even demonstreren wat het is als je pompert moet remmen. Kom maar, kom maar. Hoe heet ze? Kenneth en... Kenneth en Carla, kom maar joh. Twee hondjes. Kom maar. Ga erin, ga erin. Ja, ga erin. Goed zo, Kenneth, Carla. Ja, doe me lief. Goed, meneer Fortuyn, at your service. Oeh. Goed, dan ga ik rijden. Dus als chauffeur van Pim Fortuyn is... Hallo, hondjes. Af niet doen. Couscous, couscous, couscous. Af. Of, couscous. Het hondje loopt los, jongens. Let even op. Hondje loopt... Hoe, couscous, couscous. Rustig, rustig. Daar gaan we. Oh, doe dus. Doe los. Ja, gaan we rijden. Gaan we rijden. Soes. Oh, de meisje van Volumia. Oh. Ah, ze hebben nog 21. Geef maar een applaus, de meisjes van Volumia. Oh, je bleef ik moet even de microfoon pakken. Het was echt heel heftig nieuws. Afgelopen donderdag hebben jullie de laatste concert. Nee, vrijdag was donderdag was het laatste concert, hè? Kom iets ervoor als jullie willen. Stel je even voor aan de mensen, we kennen jullie alleen maar als de achtergrondmeisjes. Tamara, hoi. Birgit, hoi. Hey. Jullie zijn achtergrondmeisjes van Volumia. Jullie waren eerst voorgrondmeisjes, maar steeds verder werden jullie door Alexander op de achtergrond gedrukt. Was dat nou vervelend voor jullie? Zo origineel allemaal. Wat? Ja, die vragen die heb ik al ongeveer 100 keer gehad. Oké. Wat vind je van de Midden-Oosten-problematiek? nou, antwoord geven, bitch. Nee, dan doen we wat dommere vragen. Nou, dan dommere vraag. Oké, dommer of je wilt dom vragen, je wilt een domme vraag. Gerard, weet je wat zijn achternaam? Ik zou het niet weten. Joling! Hé, maar even alle gekken natuurlijk op een gezellige Volumia-stokje. Ik zat... zijn jullie goed uit elkaar gegaan? Ja. Ik hoor dat jullie gaan allemaal eigen plan doen, cd's maken. Toch wel muzikaal ook, hè? Ja. Maar ik hoor dat jij had een bedrijfje heb je opgericht, hè? Ja. Waarin? Gericht op muzikale teambuilding. Voor bedrijven. Wat houdt het dan in? Stel, als er een personeelsfeest is, ga ik met mensen die... Wat ga jij doen? Ik ben bezig met eigen nummers schrijven. Ik ben gesprekken aan het voeren met mensen, met producers, met platenmaatschappijen. Ook gesprekken en dan... Ja, maar ik ga eerst eens even 3 maanden uitrusten. Precies, 10 jaar. Ik vind het lang goed. En je hebt enorm veel hoge toppen bereikt. Ook diepe dalen, maar ook heuvels. Glooiende heuvels, wilde ik zeggen. Ik hoorde dat Xander is vreemd gegaan. Ja, volgens de bladen wel, ja. Is het ook echt ook... Ja, wat denk jij zelf? Je hebt er zelf ervaring mee met die bladen. Nou ja, ze hebben een foto en ze verzinnen er verhalen mee. Of iemand belt op met een stom verhaal en bam, staat maar, erin. Ik moet zeggen, altijd is het wel een klein beetje... Ja, het is waar, hoor. In zoverre waar. Waarom ben je nou stil, Tamar? Nee, ik luister naar haar. Oh ja, je bent het met haar eens? Ja. Maar Wendy heeft haar toch vergeven? Hoezo? Wendy vergeeft Xander zijn triootjes. Ik denk niet dat er iets te vergeven was. Okay. Aangezien het niet waar is. Er is helemaal niks gebeurd? Nee. Oh, heerlijk om te horen. Een andere... Zijn jullie blij hier staan? Hebben jullie spijt? Dat ik hier sta? Ja? Nou, een paar jaar geleden had ik zoiets van nooit meer in mijn uitzending. Maar je bent een beetje rustiger geworden. Ja, precies. En daarom ga ik je nou enorm vocaal nemen. Nee, het lijkt ons leuk om nog een laatste Volumia-concert te geven. En ik vind het ontzettend leuk om Xander... Want... En we gaan een speciaal lekker Volumia-nummer zingen. En het is, hoe heet het nummer ook weer? Als ik bij je weer bent. Nee, hoe heet het nummer nou? Naar de kermis, ja! Hey Xander, mijn schatje, ik had het je beloofd om jou niet te kussen voordat we zijn verloofd. Hey meiden, doe trek het je niet aan, want nu is het over, we kunnen stiekem gaan. Hey Xander, mijn Xander, als wat nou Wendy ziet. Als Wendy, dan met je niet. Onder aan het raam, dat hebben we samen.
krijg jij een zoen. Hey Sander, mijn Sander, we zijn een beetje bang. We willen wel meegaan, maar dan wel niet te lang. Ja meiden, dat feestje gaat niet door. En zal ik dan wat zeggen, je tappert in mijn oor. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schitter gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen. La 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 la. Heet zal de zomer wezens, langer dan ooit voor deze. Als je dan in mijn armen ligt, kus ik zacht jouw gezicht. Heet zal de zomer wezens, zal in mijn ogen lezen. Als ik me zo in mijn armen hou, mijn schat. Ik mis je elke dag, maar ga nou mijn jongen, als ben je hier nou zacht. Tot zo dan mijn meiden, en hoor je zacht je naam. Dan sta ik met mijn ladder onder Oesjes de raam. Bedankt, succes. Wat mij betreft, tot volgende week met een nieuwe aflevering. Dan gaan we zangles geven aan Feyenoord supporters. Tot volgende week.